In deze stadswijk komen 1000 woningen. 100 woningen staan er al. Wij willen Stadswerve ontwikkelen tot een groene en aantrekkelijke woonwijk. Met aandacht voor planten en dieren. Daarom hebben wij het groenplan gemaakt. In het groenplan staat hoe wij de verscheidenheid aan planten en dieren willen behouden en stimuleren. Maar er is meer. Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer en droger in de stad. Daarbij neemt de kans op extreme buien ook toe. In ons groenplan staat hoe wij stadswerven klimaatbestendig inrichten. Wat gaan wij precies doen op stadswerven? Wij gaan bijvoorbeeld bomen aanplanten in het wervenpark, langs de werf van Gips en de werf van de Biesbos. Maar wij gaan ook de oevers vergroenen. Dit doen wij met oeverplanten, bijvoorbeeld met riet. Dit helpt de libellensoort rivierombout. Dat is een beschermde soort die aan onze oevers voorkomt. Maar wij doen ook meer. Wij leggen ook bloemrijke bermen aan. Die bloemrijke bermen zijn goed voor bijen en vlinders. Ze geven bijvoorbeeld voldoende voedsel. Ook bewoners kunnen bijdragen aan het groen maken van stadswerven. Het vergroenen van tuinen en de aanleg van geveltuinen helpt om de kans op een overstroming en de kans op hittestress te verkleinen. De komende tijd werken wij onze maatregelen uit het groenplan verder uit. Zo denken wij een aantrekkelijke, gezonde, biodiverse en klimaatbestendige stad te ontwikkelen. Wij willen daar de bewoners graag bij betrekken. Wij zijn benieuwd wat u van het groenplan vindt. Geef uw suggesties en ideeën aan ons door. Maar u kunt ook zelf aan de slag. Ga bijvoorbeeld je tuin zelf vergroenen. Gewoon doen!